In 1735 geeft het kerkbestuur van de Bavo opdracht aan Christian Müller om een groot, nieuw orgel te bouwen. Dat is het instrument dat met vele wederwaardigheden tot in onze tijd zal blijven klinken. In 1766 wordt het instrument aangeraakt door kleine, maar later zeer beroemde vingers. De 10-jarige Wolfgang Amadeus Mozart is in Haarlem met zijn vader Leopold en hij zit een paar uur achter het klavier. Een brief van Leopold Mozart getuigt ervan. In datzelfde jaar componeert het wonderkind enkele variaties op de melodie van het Wilhelmus. Organist Klaas Bolt voert die nu voor ons uit.